19 maart, de dag dat Sittards harten sneller gaan kloppen, want het is de dag van Sint Joep. De eerste in het seizoen van de markten en we gaan eens een kijkje nemen. Jeukirritaties, mijn allernieuwste product, dat is tegen nekpijn. Heel? Ja, dat is hierbij gaan. Is dat vetter, ja. Ik woon al 7 jaar niet meer in Sittard, helaas. Maar eerder jaar kom ik met mijn man. Kom van met Sint-Joep hier. En dan hebben we geen straat overgeslagen als van ons gaan. Vissen smergens om 8 uur al. En wat drukt zo aan Sint-Joep? Alles. Ik vind het gewoon gezellig. En er zijn jaren dat voor ons helemaal onnozel kopen. En dingen die we helemaal niet nodig hebben. We zijn er door de provincie natuurlijk allerlei markten en allerlei braderieën. Wat maakt de Sint-Joep-markt nu zo speciaal? Ja, ik denk dat het gewoon een beetje zijn traditie is dat de mensen hier komen. Hè. Gewoon een stuk gezelligheid op een gegeven moment, ja. En waar zit de gezelligheid in? In de terrasjes of in de standwerkers of in de kruim of in de lui? Ja, met de kruim, dat dus niet zo, maar wat er omheen is, is toch gezellig. Met plezier. We doen de lekkerste erbij. De mooiste, de fijnste, niet de allerkleinste. Maar toch die mooie gele. En extra non-wil GT doe ik er nog eentje bij mee. Dan wordt die mooi en rond. Je kocht mevrouw, je gaat nooit meer zitten met je botjes op de grond. Daarbovenop doe ik ook de roze bollen, zodat dat Jacqueline heeft een hele volle. Kijk eens even, toch? Ja, hoe moet ik je nou onthouden? Mooi en blank gezien en weer, maar ik zie je graag volgend jaar nog een keer. Is dat goed? Zeg even, wat maakt Sint-Joep nu zo uniek ten opzichte van andere markten? Ja, sowieso dat het een Sittard is. Hè. Dat stuit voorop. Ja, goed, het is toch wel heel groot en het bevindt zich echt midden in de stad. Dat is wel leuk. Vaak hebben ze die markten die zijn dan ook wel bij een park of iets. En dit is eigenlijk in de stad, dus ze pikken ook meteen de winkels met. Ja, dat is wel heel erg leuk, joh. Ja. Voor jullie meiden. Jongen, je krijgt spek op juiste delen. Ze willen veel meer met jullie spelen. Vrienden om je nek, joh, van de spek helemaal gek. Toch, dat is geweldig. Top, mevrouw. Wij moesten het doen van ellende in de discotheek in het donker. Ja, dat moest wel, want mijn schoenen waren beschadigd. Ken je dat, mevrouw? Ja, hè? Op de bronnen moest ik komen. Kijk eens even aan, daar zat mijn spek om van te dromen. Niet te geloven, mevrouw, dat er het deed. Het is geweldig, joh. Ja, maar meestal als je toeskomt, deed er het niet meer. Dus. Dan denk je dat je hem verkeerd om hebt. Ja, ik kom in de verleiding en dan geef het toch mis. Dus. Ja. Geldt dat alleen voor de doekjes? Nee, dat geldt voor alles. Dat geldt ook. Nou dames, ik zie u mooi over de markt te flaneren. Is het een beetje gezellig hier vandaag? Ik vind het hier altijd gezellig in Sittard dus. Ja? Ja. Je ziet ook goed Sittard afkomstig. Ja. We zijn als achter Sittard dan her. Ja. En wie zou dat zien? Ja, zo'n Sint-Joep. Oh nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Ik vroeg natuurlijk niet naar de leeftijd, maar wie lang bezoeken de Sint-Joep al zo? Ja, wie lang? Wat zullen we dan zeggen? 70 jaar. Ja. Ja. Dus je zit er eigenlijk als baby met die jaren gekomen dan? Als baby? Nou, toen waren we ouder als baby. Een stuk ouder als baby. Ja. Oké, okay, maar het hoort er elk jaar weer bij. Wat maakt het zo gezellig, dat Sint-Joep? Ja, we winter aan. Hè? En ja, zo gebeuren. Alles. Alles eromheen, ja. Ja. Het is gebeurd. Ja. En hoort er nog een vast ritueel bij? Eerst langs de kruim en dan het terras op? Ja, zie ik. Ja, ook dat. En dan zijn we de kerk in. Dan zijn we de kerk in af en toe, ja. Hoe lang loopt de dienst? De dienst duurt tot 6:30. Daarna worden we afgelost door de avonddienst. Dus die moet ik dan verder overnemen. En dan zelf nog iets aan Sint-Joep? De collega wel. Ik heb helaas een ander feestje. Dus, Oké, okay, jij gaat nog even verder straks. Ja, straks nog even in mijn vrije tijd verder, ja. Hoort er ook bij, hè? Ja. Laat op met drinken en in de auto stappen, hè? Daar hebben we een goede taxichauffeur voor. Oké, okay, goed. Succes en bedankt. Ja, ik zie jullie uit de kerk komen hier vandaag. Dat is ook een beetje Sint-Joep-markt.
Ja, klopt. Ja, we komen hier in San Jumar altijd, hè. Niet alleen dit jaar. Ja. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom vanuit Peru. Ja, ik ben Peruaanse. Ja. Dus je hebt ook nog een beetje verbinding met Sittard via Sint Rosa, of is het verhaal bekend? Ik ken niet goed het verhaal. Hè? Ik denk, ja, maar dus, Lima en Sittard hebben dezelfde patroonheiligen. Ja, dezelfde, Santa Rosa. Ja, dat weet ze wel. Santa Rosa. Santa Rosa. Nou, zoals altijd verzorgen wij lichtgewonde mensen. En als het nodig is, bellen we daarvoor een ambulance, als het heel ernstig is. Voor de rest zorgen we ervoor dat we zichtbaar zijn bij de Joepmark. En overal hangen telefoonnummers waar ze dus kunnen melden. En wij lopen met twee teams een rondje, zodat we altijd op een plek snel terecht kunnen als er wat aan de hand is. Is dat geen typisch zit? Is de moest erbij geweest hier? Oh ja, maar ik kom al sinds mijn kinderjaren, want ik ben van hier. Nu woon ik in Venlo, maar ja, dat maakt niks uit. Dit blijft trekken. Sowieso, zit er blijft altijd trekken en gelijk. En nu het en meer, het wordt even aangekruidst op de klem. Dan hoef je niet eens aan te kruidsen, daar staat hij helemaal erin.